Ja, sorry mensen, maar ik kan er echt niks aan doen. Of niks tegen doen. Die man is dood. Let op! Oh nee! Oh nee! Oh nee! Listen! God, god, verdomme. Hallo mensen, leuk dat jullie weer allemaal bij zijn bij deze nieuwe video. Vandaag is geen LSPD ervar. Vandaag de rescue mod met de brandweer. Ik mis een persoon, nou, daar staat hij. Vandaag gaan we naar brandjes toe, reanimaties, ongevallen, noem maar op. Een dagdienst van de brandweer zal iets langer worden. Dagdienst zal binnen 24 minuten gedaan zijn. Of nee, dat is best lang trouwens. Maar dat zal iets sneller gedaan zijn. Ja, ik denk dat we maar eens de melding aan gaan zetten en dan zien we wel of er een melding komt. Dat komt natuurlijk meteen, want ja, het is de rescue mod, dus... Engine 5, respond to a vehicle fire addresses Melanoma Street. Naar een autobrand. Ik hoor de politie. Ik weet niet of ze meegaan, de politie. Nou, we zijn vol. Ik weet niet of er iemand voor me staat. Nee. Let's go. De TS is heel snel, trouwens. Dus ik doe wat rustig aan met rijden. Maar als ik nu vol gas geef, dat zal ik één keer voordoen. Nou, we pakken de meterbaan even. Vol gas. Kijken of die versneld is. Dus dat doen we niet. Ik pak in ieder geval de metrobaan, want het mag. Of trambaan is het eigenlijk. Metro is onderop. Maar dan gaan we hier al af. Ik vind een hele mooie TS. Een Scania. En de reflectie natuurlijk. Dat is best ver. Nou, waarom de brandweer en niet de ambu? Dat is puur omdat de ambu op dit moment niet heel mooi uitziet. Ik weet dat meer mensen voor de ambu vragen dan de brandweer, denk ik. Maar ik heb toch even gekozen voor de brandweer. Dus hopelijk wordt de ambu gefixt. Dat is een kleine bug. Maar ja, als die bug er niet was, dan zouden deze hele mooie lampen aan de zijkant en in beeld er niet zijn. Dus ik vind op dit moment die lampen veel mooier en belangrijker dan de ambu. Zijn bijna te plaatsen. En we eens kijken of we nog kunnen blussen of dat we moeten maken dat we wegkomen. Want autobrand is meestal rennen voor je leven. En ieder voor zich. Hier? Nee, eentje verder. Oh, gevaarlijk gebied. Doet doet! Jij bent dom. Maat. Ik denk dat iedereen inmiddels al doof is hier. Jullie gaan allemaal dood, dat weten jullie toch. Jullie gaan echt allemaal dood. Ik ren weg. 3, 2, 1, boom. Boom, doe boom. Ja, sorry mensen, maar ik kan er echt niks aan doen. Of niks tegen doen. Die man is dood. Ik ga hem blussen. Ik zei het nog. Dit kunnen we wel blussen. Toch jongens. Oh, Theas. Oh, dat schrok ik. We gaan over naar een gebouwbrand.
Alles in controle, één gewonde. Zat hier iemand in? Zat hier iemand in? Oh nee. Hoi. Jij bent dood. Jij ja. Dit mag niet op mijn TS. Kijk eens hoe mooi, jongens. Uit. En we zijn natuurlijk zoals altijd de kazerne ook kwijt, want ik sla dat nooit op. Dus die zal wel hier zijn. Engine 5 respond to a MBA address is La Puerta FWY. La Puerta FWY, what the fuck doe jij? Oeps, sorry. We gaan naar een auto-ongeval. Wel jammer hè, want er zit dus die derde sirene is een politie sirene. Dus kan ik even niks aan doen, sorry. Dus soms krijg je de brandweerversneller, soms de politieversneller. Als ik die politie hoor, dan zet ik hem meteen weer uit hoor. De snelweg geloof ik. Hierop. Nou, dat wordt wel erg fel denk ik in beeld hè. Nou, dat is de politie al. Uit zijn aan het reanimeren. Show me on scene. Goed, twee man mogen. Of ja, ik ben de bevelvoerder niet. Hoi, wij nemen het wel over. Zorgen jullie maar voor het verkeer. Daar kom je toch langs, meneer vrachtwagen. Ik zit nou een vuurwapen vast. Bevelvoerder en manschap achterin, je mag even de auto checken. Dat hoor ik helemaal niet te zeggen, maar ja. Goed, we gaan even kijken hoe het ervoor staat. Spatie, doe dan. Engine 5 requesting. We hebben een ambulance nodig. Hoe staat het ervoor? Dat is de ambulance. Hey, hij leeft nog. Als jij nou even van de weg af gaat, is gewoon een tip hoor. Oh. Ja, ik ga stoppen met reanimeren. Want hij leeft gewoon. De ambulance rijdt daar helemaal achter. Die komt nu wel terug. Sta op, duurt lang. Nou, bevelvoerder, stap in, stap in. Je zit eindelijk eens voorin. Doei. Kijk eens hoe snel. Meldkamer inzetbaar. Engine 5, show me available. Maar wachten we hierop.
Hebben we een melding? Engine 5 ah. Respond to oh, a cardiac arrest addresses integrity way be advised PD on scene. Hoe laat is het? 12:30, dan gaan we deze buurman niet wakker maken. Politie is al te plaatsen bij de reanimatie. Zullen we nog een extra ammo te plaatsen vragen? Voor de zekerheid. Engine 5 requesting EMS on scene. Wat doe jij nou? Idioot. Engine 5, show me on scene. Jongens, reanimatie. Hallo, wij nemen het wel weer over hoor. Dankjewel. Start reanimatie. Engine 5 requesting EMS on scene. Hij leeft nog. Oh, ambu, je rijdt ergens tegenop. Kijk, dat bedoel ik, dat is, ja, dat is heel donker bovenop. Ik wacht even tot de ambulance het overneemt. Dan weet ik zeker dat ik niks verkeerd doe. Is goed, dus kan ik nu... Oh. Oké, dat was toch even spacend. Of, nog een ambu te plaatsen. Maar we hebben al te gek werk gedaan. En hij knalt tegen de muur op. Ah, ze zetten allemaal sirenes aan. Dat camera zetbaar. Show me available. Ik hoop trouwens tot ik Engine echt respond to a person shot addresses Aguja Street be advised te verstaan ben. Want de brandweersirene is veel harder dan de politie-sirene normaal gesproken. En deze ambu-sirene is ook fucking hard. Nee, daar gaan we niet heen trouwens. Dat is een melding die niks voor mij is. Engine 5, show me available. Dan gaan we naar een oude mesje. Engine 5, respond to an automatic fire alarm addresses Palomino Avenue. Mooi in de tunnel. Schijn aan. Hoppa, oh. Oh. Zo jammer dat ze hier geen... Wow. Loze meldingen doen, zo van OMS is niet meer nodig. Maar, of brandweer is niet meer nodig bij de OMS.
jongens. Oh, je wordt geschoten. Jongens, oh, iedereen gaat rijden, dankjewel. Engine 5, show me on scene. De plaatsen bij de OMS, we gaan binnen kijken. Sorry, hier is helemaal niks. Toch? Zien jullie iets? Ik zie niks. Ik zie hier iets. Nope. Jongens, gaan we weer door. Mooi TS hoor. Engine 5, show me available. Zwaardig gezaaid. Engine 5, respond to a commercial structure fire addresses Innocence Boulevard. Onderweg, prio 1 naar een binnenbrand. Het worden we ochtend, geloof ik. Let op. Als ze binnenbrand. Engine 5, show me on scene. Oh, equipment, model, close menu, accessoires, het. Tweede TS ook onderweg hoor ik. Oh, uitslaande brand. Niemand meer binnen. Tweede test plaatsen. Oh. Schaal op naar middelbrand. Nog een test komt te plaatsen. Als het goed is. Ik betwijfel nog steeds of het zin heeft wat ik doe. Als ik niks doe of het vuur dan ook uitgaat. Nee dus. Let op! Oh nee! Oh nee! Oh nee! Bless hem! God, god, verdomme. Vlucht iedereen voor zich. Oh shit. Oh, mijn bevelvoerder. Oh. Rip, en jij ook. Jongens, we zijn vandaag een collega verloren tijdens een brand. Kunnen we sirene aanzetten? Nou, nog één meldingje doen zonder bevelvoerder. Engine 5, show me available. Zijn we vol? We zijn vol. Oh. Engine 5, respond to a MBA addresses Elysian Fields FWY. Even kijken jongens, we gaan naar een ongeval, voor de rest niks bekend. Hoppakee. We vliegen erover alsof het niks is.
Oh nee. Ja, wat ga je nou doorrijden? Hij wordt doorrijden, zag ik dat hij wordt doorrijden. Engine 5, show me on scene. Dat is aan de kant. Ja, aan de kant. Treft hij een reanimatie alweer. Kan nog niet anders. Houdt er veilig. Hoi, we nemen het wel over hier hoor. Ik ga gewoon ter plaatse hier, meldkamer. Alles voor de rest zeker onder controle. Zoals altijd. Engine 5 requesting EMS on scene. Pardon me, can you move? Hoe staat er voor mijn slachtoffer? Hij, zij? Is zij. Nee, hij. Zij. Zij is dood. Daar ging het om. Dus we stoppen ermee. Met de reanimatie. Dan denk ik ook naar kazerne is best ver hier vandaan. Ik denk niemand op terugrijden, dat is toch anders een saai beeld voor jullie. Hij stikt zijn middelvinger erin op. Hij is nog even verdrietig aan het zijn dat de vrouw is overleden. Wij gaan hier zo mooi voor deze TS en de Tourant staan. En dan sluit ik bij deze video af. Bedankt voor het kijken. Zie ik jullie hopelijk de volgende keer weer. Als jullie het leuk vonden, blauw duimpje omhoog. Als jullie het niet leuk vinden, kan altijd een blauw duimpje omhoog. Meestal zal ik dan wel een dislike krijgen. Maar laat dan even weten waarom jullie het niet leuk vonden. En dan kan ik er iets aan doen. Dus tot de volgende keer. Hoi.